Half minuutje nog. Mijn voet. Doe het even zonder microfoon, want die heeft het wat minder lang volgehouden dan wij. 24 uur. Moet dus wel zeggen dat de meeste van ons hebben een klein beetje gesprokkeld, want die hebben een paar uurtjes hun oogjes dicht gedaan. Nou, maar twee mensen. Twee mensen, ja. Nienke en Jeroen, die zijn echt 24 uur doorgegaan en hebben niet geslapen. Dus, en vanaf de start gisterochtend om 10 uur hadden wij een heel ambitieus lijstje wat we allemaal wilden betekenen voor het museum. We hebben ons stinkende best gedaan om al die puntjes af te vinken. Dat is helaas niet gelukt. Maar we zijn een heel eind gekomen. En daar heeft iedereen zijn eigen bijdrage in gehad. Iedereen is goed in andere dingen. En het leek ons wel leuk om samen met Guido het bord om te draaien. Er staan 13 dingen om die wij hebben gedaan. En dat iedereen kort eventjes vertelt wat hij heeft gedaan en wat hij daarvan vond. Dus ja, wat hij daarvan vond. Ja, dat is niet te lezen, maar... Laten we beginnen met de meest in het oog springende die nu vol zit met kinderen, waar die ook voor bedoeld is. Het is een nieuwe speeltrein. Die is hier sowieso met man en macht naartoe gekomen, want hij was niet licht. Dus we hebben eerst moeten sjouwen, daarna uitgraven en tegels leggen. En volgens mij heeft Camille een nieuwe bak vanaf nu. Hij kan heel goed. En dankzij de zeven gastrekken hebben we hier een nieuw gas. Ja. Met alles wat wij vannacht hebben, heeft James hier weer zijn best gedaan. Inclusief gras zaaien, dus we hopen dat... Oh ja, dat is gezaaid inderdaad. Dus daar mag je niet op lopen. En als u ooit een accountant heeft zien meten, dan weet je dat het... Beker is leeg. Dus dan komt het helemaal goed. Grondige reiniging van diverse objecten. Waar staat hier eigenlijk een hele schoonmaakkliniek. Robin, bij de locomotie. Oh, kijk eens. De Intertoys heeft de zandbak gesponsord. En? Setjes, die mogen de kinderen zo opzetten. En als het dan slecht weer is en je kan niet op de locomotief, dan is voor binnen in het restaurant de Oud-Hollandse spelletjes. Van de Intertoys. Ja. En als je nou rondloopt, dan zie je heel wat dingen wat meer blinken dan eerst. Er is heel veel gereinigd, afgesloten, schoongemaakt en dat hebben de heren graag gedaan. En dat varieert van ouderwets ramenzemen, dus wij houden hier niet van traditionele rolverdeling. Maar ook reinigen van daken, het kioskje ervoor is helemaal schoongemaakt, inclusief het dak en de dakgoot. Dus dat kan wel jaren mee. Ik wil benadrukken dat ze zelfs om 3 uur s'nachts alle ramen hebben staan zemen. Ja. Alles. Binnen en buiten. Binnen en buiten. En voor de mensen die hier vaker komen, als je nou een ronde loopt en je komt boven, dan zul je daar spiksplinternieuwe vloer zien. Een hele mooie rode vloer, dat heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost. Maar hij lag er rond 2 uur s'nachts, denk ik, de laatste vloer. Net hier. De rode loper. En Jeroen die is chronisch vastgekleed aan zijn stoeltje. Die heeft non-stop achter zijn computer gezeten. Die heeft een nieuwe huisstijl gemaakt. Nieuwe menukaarten, prijslijsten. Ja, ik ben alle beetje. De nieuwe folder. Inclusief nieuwe folder. Oh, wow. We hebben
Logo. Nieuw logo. En ook in logo. Er zit van alles bij waardevol. Oh, hier een prijs. 4,5 euro, ook wel tof. Dat is een goudman. Alles op uitgelegd en dan eten. Geweldig. Als het goed is nu een film, die blijft doorlopen. Dus eigenlijk op het moment dat degene die met passie uitleg geeft over de drukkerij er niet is, dan is het wel leuk als die uitleg nog steeds gegeven kan worden. Dus die is nou gewoon als film continu te bekijken. Daar hebben we een filmster voor gevonden. Ja. Ja. Ik kan niet zonder mijn regisseur en schrijver en assistent. Die komen daar te liggen voor mensen, die kunnen ze daar pakken. Nu is alleen nog even een voorbeeld. Maar daarna liggen er de folder, of ja, de blaadjes met de vragen erbij. Dus die kunnen beantwoorden. Voor kids. En wij samen een mail dan ook kanaal. Merel. Ja, en soms neem je je werk toch een beetje mee. Dus Paul die heeft zin in de verzekeringen en in de financiën. Clip, penningmeester. Kijk naar nu de noodzaak van een aantal verzekeringen binnen voor de stichting. En daarnaast ook een financiële beheer om de, wat de visjes laag te kunnen maken. Hopelijk, maar waarschijnlijk is er wel een nieuw boekhoudsysteem voor nodig. Koppeling van de kassa naar het boekhoudsysteem en van de bankprogramma's naar het boekhoudsysteem. Verder nog naar u allemaal interessant trouwens, voor zover u niet al ruim doneert, maar de donaties die mogen best wat omhoog komen, ja. Oud-Oosterhout is een ambi, een algemeen nutbeoogende instelling, dus als je doneert mag je nog aftrekken van de belasting, ook jaarlijks. Er is een nieuwe puzzeltocht gemaakt, Barry heeft er net nog de laatste info. Dus onze kinderen kunnen weer lekker. Zelfs Matthijs die nog even terugkwam vanochtend, dus even weg geweest, hebben we nog slachtoffer kunnen maken om de looproute verder uit te zetten. Dus die zul je zien, daar hangen hier overal nummertjes. Dus er is een looproute met nummer 1 tot en met 15 uit mijn hoofd. En pijltjes, mooie keetje, die wijst ons de weg. Dus, H19 die heeft aangegeven dat ze hier op locatie workshops willen geven. Voor kinderen, dus om de jeugd nog wat meer hierheen te krijgen. Dus dan kunnen jullie nadere data bepalen samen met H19. Ook hartstikke leuk. Ja, dat is dan hebben we wat online gegooid. Jeroen heeft een hele lijst online gegooid met wensen en dingen die hier nodig waren. Daar is niet massaal op gereageerd, maar er komt deze week komt iemand dienbladen brengen. En we hopen zo dat er nog meer dingen binnenkomen. De gamma heeft wat zaken achtergelaten. Dus mensen hebben ook nog, los van geld, ook nog wat spullen gedoneerd. Dus het gaat er wel om. Even kijken. Ja, gestofzuigd. Ja. Dat is wel een belangrijk punt om te noemen. We hebben gestofzuigd tot 2 keer toe voor. En ben ik dan nog wat vergeten? De andere waren voor de SKO. Ja. De SKO heeft gesponsord en die heeft een flinke donatie gedaan. En ze komen graag in de zomer met de BSO-kindjes hier op bezoek. In het zomerprogramma. Dus dan krijgen jullie heel veel kinderen op bezoek. Ja, heel goed. Jullie krijgen een halfjaarlijkse advertentie van oosterhout.nieuws.nl. En mochten jullie nu de dove mensen op bezoek krijgen, mogen jullie ook gaan promoten op de website. Dan komen wij van gebaren.nl de rondleiding verzorgen in gebarentaal. En de eerste groep heeft al geboekt, dat zijn doofblinde mensen. En die kunnen wij ook met 4 handen gebarentaal helemaal begeleiden, dus dat komt goed. En de laatste, de Katjeskelder, die gaat de hele zomerperiode actief alle gezinnen de nieuwe folder meegeven. En bij Koos Konijn kunnen de kinderen de gratis toegangskaartjes voor kinderen winnen. Dus die gaan dat de hele zomerperiode doen om jullie te ondersteunen.
En toen was het tijd voor ontbijt en waren er 24 euro op. Dus, tot zover zijn we gekomen. Ja. Ik moet eigenlijk wel 100 keer zeggen, dankjewel Jezus. We hebben een paar postertjes opgeplakt en die laten we zo lang hangen als het goed blijft. Maar het is echt geweldig. Eerst het goede nieuws voor jullie allemaal. Jullie zijn allemaal geslaagd voor het diploma vrijwilliger van het museum Oud-Oosten. Ontzettend knap. Ja, toen wij, ik weet niet hoe lang geleden, heel kort geleden, toen we een maand geleden ongeveer, Marja en ik met de Jezuïeten spraken, wisten we absoluut niet wat er zou kunnen gebeuren hier. Dus wij riepen maar wat we allemaal nog wel willen doen, want plannen zijn er altijd wel mee. En ja, we hebben niet kunnen bedenken dat jullie in korte tijd, in 24 uur, zo ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen. Want eigenlijk dachten we, nou, er komt een clubje mensen en die gaat hier park harken. Misschien stofzuigen, dat had ik nog niet bedacht, maar dat zoals we vroeger wel een groep taakgestraften hadden, die kwamen dan met de werkmeester, kwamen hier in het park rond. Lees met de zeep overeen. Ik hoor wel dat het zo ook wel voelde. Dus, nou ja, we wisten eigenlijk niet wat jullie allemaal konden en zouden doen. Het is een aantal praktische werkzaamheden. En de week ervoor werden er al wat tipjes van de sluier aan Marja en mij toegelicht. En ja, geweldig dat het speeltoestel er kwam. En het enorme het tapijt daarboven. Ja, we zijn daar ontzettend blij mee. Maar ook een filmpje. En ik moet oppassen als ik drie dingen doe, dan noem ik de andere dingen niet. Maar we zijn echt. Ja, we zijn eigenlijk in één keer, heb ik het idee. Kijk, soms, wij zijn als museum. Gaat het langzaam, hebben we het idee, wordt het beter. Hier, dat proberen we elk jaar weer iets te verbeteren. Maar jullie hebben ons in één keer een aantal treden in één keer naar boven gebracht. En nou, daar zijn we ontzettend, ontzettend, ontzettend dankbaar voor. Het is zo, vrijwilligers bij het museum, die krijgen een onkostenvergoeding van €2,50 per dag. Die hebben jullie sowieso verdiend. Dus één dag, hè? Ja, meer kunnen we niet van maken. Maar ik vond het een beetje, ja, eigenlijk niks om jullie allemaal een ritaal te geven. Als je nog uit het gulden tijdperk komt, dan tegenwoordig heb je dat al idee voor je ritaal. Ik heb die 2,50 maar omgezet in een flesje wijn. Die hebben er niet op vannacht. En die wil ik jullie allemaal persoonlijk overhandigen. Ja, ik heb hier nog twee vrijkaarten. Op die vrijkaarten staat tot wanneer het geldig is. Dat heb ik niet ingevuld. Ik kan me voorstellen dat jullie niet morgen komen. Maar dat je mag. Nou ja, als je pas over een jaar komt, ook goed. En een persoonlijk woord. Dat is voorzitter. Nou, dat wil ik nog doen. Ja, hartelijk bedankt.
Ja, we hebben twee Pauls, dus we halen het soms door elkaar. Eén van onze Pauls, Paul Robben, die zei: jongens, ik wil wel komen. Maar mijn vrouw die heeft ontzettend last van de rug. En eigenlijk kan het niet. En drie kinderen die ik bij haar achterlaat. Dus ik wil wel, maar dan wil ik wel een beetje charmant uit de hoek komen. Dus Paul. Een soort van aanzoek. Thank you.